je zaadvaste tomatenras in de tuin staan, dus geen hybride, dan kan je er zelf zaad van gaan winnen. Hoe doe je dat? Je snijdt je tomaten door en dan zie je mooi de zaadjes liggen. Maar natuurlijk lastig is dat je van dat vruchtvlees van af moet geraken, die slijmerige massa die de zaadjes samen laat plakken. Eigenlijk kan je dat doen door een trucje bij tomaat. Je haalt al die zaadjes eruit, je doet die in een potje, waar je een klein beetje water bij doet en je laat die ongeveer 10 dagen gisten. Nu, je neemt best potjes die je kunt afsluiten. Waarom? Omdat dat anders nog wel redelijk kan gaan stinken. Vergeet natuurlijk ook geen labeltjes op je potten te plakken. Zeker als je een paar rassen hebt, kan dat heel erg handig zijn om erachter nog te weten over welk ras het gaat. En als de zaden een paar dagen gist hebben, dus een dag of 10 zoals ik gezegd heb, dan gaan we daar gewoon afspoelen. Je ziet dat de zaadjes mooi naar de bodem gezakt zijn. Je ziet ze niet meer drijven. Wat je hoeft te doen is dat in een zeefje gieten. En mooi de rest wegspoelen. Je ziet, alle restanten van je vruchtvlees verdwijnen direct. Een paar keer wat draaien. En dan op papier. En dan een dag of 2. Kan je die mooi gaan spreiden en ongeveer 4 dagen zijn die droog. We zetten ook overal onze rasnaam op die papiertjes om zeker geen fouten te hebben. Dit zijn zaadjes die ongeveer 4 dagen gedroogd hebben en die zijn bijna klaar om in zakjes te stoppen, waarmee je andere mensen dan kan gaan blij maken.